zijn weer back. En we gaan nu onderweg naar Breda met Eli. Want Davy's ouders zijn een week... Hoe lang zijn ze op vakantie gegaan? Een week, toch? 12 dagen. Zijn ze op vakantie gegaan, dus ze hebben Eli nog niet gezien. Dus wij gaan nu naar hen toe. En dan gaan we even ergens wat eten. En het is ook super mooi weer. Dus we zijn lekker zomers gekleed. Ik heb lekker mijn slippertjes aan en een shirtje. En ik heb een super leuke rok aan van Delusion. En die heb ik gehaald bij Angel Fashion. En ik heb ook nieuwe oorbellen. Zalm. En een mooie armband erbij. Van Kimoni. Ik zou ook even de link van Kimoni onder mijn video zetten. Zodat jullie op haar website kunnen kijken. En ze hebben echt super veel mooie kleuren. En ik heb altijd mijn oorbellen en sieraden van haar. Omdat ik gewoon... Ze blijven gewoon super mooi. En ze zijn ook gewoon heel leuk. Eli ligt achterin in de Maxi Cozy te slapen. We hadden net heel gedoe met die Maxi Cozy. Want we kregen hem weer niet goed in. En met die gordel. Ja, jij kleins. Ja, en toen zag ik het ineens. Maar jij wist het ook niet meer. Laat me met rust. Want ik heb een hoge bloeddruk. Als ik mijn druk ga maken. Ja, Dave heeft een hoge bloeddruk. Dave heeft een bloeddruk van 170, 112. Voor onderdruk is 112, zo'n bovendruk. Bovendruk heet dat toch? Nou, weet ik veel. Maar dat heet 100, die is 170. Maar ja, een meneer die eet gewoon niet gezond. Hallo, zoom je even in omhoog. Meneer eet gewoon niet gezond. Dus hij is gewoon geen gezonde geen jongen. Of wel? Ja, maar het gaat er niet om dat je een konijn bent en dat je groenten moet eten. Maar het gaat erom dat je gewoon gezond moet eten. Dus... Ik vind het niet lekker dus. Als ik dit niet lekker vind, dan eet ik het niet. Ja, maar schat, je eet chips. Je eet alleen maar vettige, vieze dingen. Nou, dat... Heel de avond loop je te bunkeren. Ik ga niet zeggen dat het niet zo is. Soms. Nee, niet soms. Dus dat is gewoon... Nou, dat is gewoon gevaarlijk. Dus kap nou. Bom. En ik ben super hard aan het sporten. Echt, ik ben echt mijn best aan het doen. Helemaal wel, dat is echt wel waar. Want ik sport nu 4 keer in de week. Dat is echt waar hoor. Ik ga niet zeggen dat het niet zo is, want ik sport maar eigenlijk... Oh joh, ik mag niet meer schelden. Oh ja, en we mogen niet meer schelden in de vlog, want YouTube heeft nieuwe regels. Dus als... Niet doen! Dus alles wat scheld worden is, moet ik uitknippen, want anders krijgen we niet meer betaald voor onze vlogs. Ja, dus wij moeten nu doen alsof we in de kerk geboren zijn. Ja, heilig mooi, ja. Nou, het is misschien ook wel beter, want anders gaat iedereen dadelijk ook schelden en zo. En dat moeten we ook niet hebben. Zo. Hè? Hij heeft ook niet helemaal bekakt te praten, hoor. Een of andere neus. Nee, hij moet gewoon zichzelf zijn. Pap, ik ga heel even naar de winkel. Ik ga heel even chips halen. Zo gaat hij sowieso niet praten. Ik ben de grootste pannenkoek op deze avond. Wat dan? Oh, mijn moeder gaat boos worden, man. Wat dan? Ik ben schoenen vergeten. Wat heb je aan dan? Slippers. Het is toch mooi, het is toch warm? Ja, maar ik heb alleen een spijkerbroek. Dan kan je moeilijk slippers onder doen, hè? En een polo, die ziet er niet uit. Zie je? Dus heel even die camera weg voor mijn spiegel, alsjeblieft. Doe eens even niet zo. Ja, ik zie niks dus. Doe eens even niet zo raar. Nou, ik zit op een vrachtwagen. Oh jeetje, meneetje. Ja, maakt mij niet uit hoor. Mij maakt het allemaal geen in de moer uit. Nee, geen in de moer. Zo, we zijn nu even lekker aan het eten. Met family. Lekker zo. Lekker hoor. Nou, ziet dat er lekker uit of niet? Dat ziet er echt lekker uit. En jij Henk? Ziet er ook wel lekker uit hoor. Ja, is lekker hoor. Ik wil even wachten tot iedereen zijn bordje heeft. Nee. Dit is normaal joh, de view. Nee. Goedemorgen. Wij hebben lekker in Breda geslapen. En Britt is op vakantie, dus we slapen in haar bed. Wow. Ja. Oh, het was alleen echt fucking warm. Hij is helemaal onder de melk. Voor de moeder. Nou. Ja.
Oh my god. Eerlijk, als je zo wakker wordt, dan is je dag toch al goed? Ja, tuurlijk. Was je dag nooit goed met mij, man? Ja. Kijk, hij gaat praten. Ben jij aan het zingen? Ik spring vanak. Nee. Ja, ik spring vanak. Nee. Nou, je zei het wel. Jij hebt ook zo'n worstje, joh. Leuk, hè? Wij hebben een micro-penis. Eli, die is lief, lief. Vertel eens tegen de mensen. Als je een tattoo gaat zetten. Ik ga nog een tatoeage nemen. Hier zo in mijn nek. Eli. Wat vinden jullie daarvan? Laat even in de reactie weten. Hoppie lekker. Wat jullie ervan vinden. Alle dames vinden dat hoppie lekker. Ja, iemand zei, ik had vragen laten stellen op Instagram. Toen zei iemand, vind je het niet erg dat jullie zo, jullie zijn best klef? Vind je dat niet erg als Eli daar te groot is? Eli kan beter opgroeien met kleffe ouders dan ouders die elkaar haten en uit elkaar zijn. Ja. Kijk uit dat hij niet valt, hè? Oh ja. Ik heb alleen nog geen make-up op. Hij bukkel, lichaampje. Hoe moet dat naar beneden dan? Hoe moet dat naar beneden? Dino. Hey, Dino. Eli is zo lief. Hele lieve baby. Nee, dat is de andere keer wel. Hele lieve baby. Toen jij weg was en het ook. Mag het doen? Had Eli dan lekker gedoucht? Ja, hè. Heb je dan lekker gedoucht? Heb je dan lekker gedoucht? Heb je dan lekker gedoucht? Ik ben klaar en we gaan nu naar de stad volgens mij. En dan gaan we allemaal kleding en dingetjes kopen. En Devo nieuwe schoenen hebben volgens mij, dacht ik. Dus dat gaan we nu even doen. En het is echt heel erg warm. Ik zweet me eigenlijk kapot. Maar ja, we gaan nu lekker naar de stad. In ieder geval, we zijn nu in de auto. We gaan nu naar Roosendaal. Ja, en dan gaan we lekker naar de stad. Maar in ieder geval, daar gaan we nu heen. Weer gaan we. Het is echt super warm. En mijn schoonmoeder is ook mee. Vriend! Ja, het meisje van de baller wel met ons op de foto. Dus we hebben ook even een fotootje gemaakt. En jij bent blij. Baller mannetje. Alleen voor Eli hebben we nog niks. Zielig kind. Zielig. We hebben superveel tassen, vooral Dave is geslaagd. Mag ik een keer? Nee. Mag ik me eigenlijk een keer verwennen? Ja, yeah, Pikkie. Je hebt hem mooi. We zijn nu onderweg naar Breda weer. En Dave is super blij. Dave heeft echt superveel kleding. Alleen, we zijn hier gescoord met schoenen. Maar die gaan we dan donderdag halen in de ik stad. Ik ga donderdag sandalen in Rotterdam. Schandalen.
of Crocs. Crocs zijn ook wel leuk, schat. Of niet? Ja, maar ik ga nu heel even op de weg lopen. Oké. Ik heb echt zo'n zere teen. Die is helemaal ontstoken. En Esther, ben jij ook geslaagd? Ja, slippers. Slippers. Oh ja, ik heb die slippers ook gehaald. Wij hebben echt superleuke Puma slippers gekocht. Met een hele dikke zool, dan zijn we nog een beetje lang. Met onze dwergenlengte. Ja, dan ben jij de hele tijd wakker. Ja. Knap hè? Zo, kijk, dit zijn mijn schoenen. Echt superleuk. Leuk hè? En ze lopen echt heel erg lekker. Kijk het Dave. En Dave een shirtje. En dat broekje. Ik heb het toch al aangehaald straks. Ja, maar ik heb dat niet laten zien. Alleen dat witte broekje. Ja, die is leuk. Wij hebben ook lekker onze joypakjes aan. Lekker. Want ik wou eigenlijk ook een Adidas pak. Maar ze hadden alleen nog een broekmaat 40. Leuk hè, die foto met dat meisje. Ja, echt superleuk. Ik ga hem laten zien. Het is vast niet erg, toch? Wel want ze hebben hem ook op de Insta verhaal gezien. Wel leuk als je in die winkel werkt, ballen. Oh, ze hebben ze gestuurd. Oh, ze hebben meer gemaakt. Hoe heet ze dan? Zebra. Ik weet niet hoe ik... Hier, kijk. Kijk even. Zo. Kijk hoe leuk. In ieder geval, dat meisje werkt in de ballenwinkel, dus dat is wel echt super leuk. Ik kan die foto toch dadelijk gewoon toevoegen daarachter? Ja. Ik heb haar gewoon ook als vriend op Facebook. Maar het was echt super gezellig en ik heb net even lekker kippertjes op. Nu gaan we weer lekker naar huis. En ik heb echt super leuke slippers. Ze zijn echt leuk hoog ook. Want dan ben ik wat groter. Kijk. Ze zijn ook lekker hoog. Dan heb ik een beetje lengte erbij. Want ik ben echt een kleine schmiegel. En dadelijk natuurlijk weer onze serie terugkijken. Ja. Gezellig. Wij kijken Vis à Vis. Dat is echt een hele leuke serie. Het gaat over vrouwengevangenis. Maar echt sikke dingen gebeuren daarin, jongen. Echt bizar. Eerst keek ik natuurlijk celblok H. Dat is ook wel leuk. Alleen Vis à Vis is wel een stukje erger. Ja. Maar ik vind wel, bij celblok H was het wel emotioneler. Vis à Vis is heftiger qua heftige dingen. Ja. Snap je? Dus het regent nu wel eindelijk. Ik ben echt blij dat het regent. Als je gewoon zo lang mooi weer hebt gehad, dan wil je gewoon eventjes weer een beetje regenen, een beetje kouder. Want je kan niet eens goed slapen. Ik slaap echt. Ik ben zo benauwd. Ja. Jij bent wel knap hoor. Dat weet je toch. Ik ga niet zien van aan, maar misschien helpt het. Ik zal het gewoon nog een keer proberen, joh. Hoppakee, niets te verliezen. De volgende is een Engelstalige subtitel. Die kan mij vertellen wat hier staat. Dat valt. I like birds. Kom hier, het is gewoon helemaal behaard. Kom nou, je moet even normaal doen. I'm like a bird van Nelly Furtado. Ja. Ja, ik dacht ik geef hier nog een kans. Die Dave, die heeft echt behaarde orang-outan wenkbrauwen. Ben je erbij? Ja hoor! Wie gaat de laatste twee puntjes pakken met deze Engels? Eli is echt heel verdrietig. Kind. Hij is zo moe. En dan gaat hij een beetje jengelen. En dan is hij heel verdrietig en dan gaat hij snikken zo. Zo zit hij dan. Oh, kind, oh ja, kind. Mag mama niet praten tegen de camera? Moet je alleen aandacht geven? Oh. Goed kijken allemaal. Laat wil je even deze vlog afsluiten? Wil jij dat doen? Ja. Als je wat te zeiken hebt, laat het dan hieronder weten. En tot de volgende keer. Mazzel. Nee, doe nou even leuk. Wat? Take 2. Opnieuw. Take 2. Nou, lieve volgers van Nederland. Nee, take 3.
Nou, lieve mensen, bedankt voor het kijken. We hopen dat jullie het leuk vonden. Zo niet, dan niet. En zo wel. Superleuk. Doei. Een nieuwe, take 4. Hoezo? Het was echt raar. Wat moet ik zeggen dan? Ja, een betere verzinnen. Hallo lieve mensen. We hopen dat jullie onze video het leuk vonden. Als je wat wil weten of wil vragen, laat het dan hieronder weten in de comments. En we zien jullie bij de volgende video. Jij praat echt raar in de vlog. Later. Jij lijkt wel een presentator. Hallo lieve mensen. Leuk dat jullie weer hebben gekeken. En als je comments hebt, laat het dan even weten hieronder deze video. Zo praat je, hè? Als een presentator. Hoe moet ik dan praten? Met gewoon als Davy. Wat wil je nou weer doen? Nou, doe het gewoon als jezelf. Altijd doe je gek praten als de camera aanstaat. Je weet echt niet hoe je moet doen. Nee, doe eens. Ik moet leren. Doe nou. Doe even. Ik krijg een lamme arm. Mensen, ik krijg een lamme arm. Dus we gaan stoppen met deze vlog. We hopen dat jullie... Nee, take 5. Ja, doei. Doe nou. Doe dan. Mensen, bedankt voor het kijken. Doei. Nee, dat is ook raar. Waarom doe je dat zo raar? Doe gewoon normaal. Kan je dat nooit een keer normaal doen als Davy? Oké, mensen, bedankt voor het kijken. Laat even een reactie of vraag hieronder in de comments. En tot de volgende keer. Weet je wat ik nou echt zo grappig vind? Dat je er elke keer dat ik wat van zeg nog beter je best gaat doen. Terwijl je al lang bij jezelf hoort te denken. Zo, ik mag niet schelden. Terwijl je al lang bij jezelf hoort te denken van, oké. Laat het. Hou nu maar op, ik ben er klaar mee. Nu pas. Na 6, na take 6. 6. Take 6. Wij gaan nu lekker 6'en. 6'en? Ja. 6'en.